vorige interview had ik echt het idee, het was zeg maar, No Surrender was nog niet echt een groot succes. Dat jullie zoiets hadden van, ja, dit is een hele belangrijke plaat voor ons. Ja. Klopte dat ook? Ja. Hoe kijk je nu terug zeg maar, op die plaat en op wat daarna gebeurd is? Nou, het was nadat Everything You Want, de plaat daarvoor uit was gekomen. Waren voor naar het buitenland gegaan, hadden we hele hoge verwachtingen van. En die verwachtingen werden niet ingelost. Ik zou zelfs kunnen spreken van dat het een teleurstelling was. En we waren een beetje in de neerwaartse spiraal. Heel veel mensen. Ja, hoe zou jij het zeggen? Nee, niks. Het was een flop. Nee, het was voor ons, wij hadden zo'n verwachting en het werd een stuk minder. En dan raak je toch in een soort van negatief ding. En die plaat die daarna komt, dan kijken mensen, dat voelen wij wel zo. Van, kijk wat Kane nu gaat doen. En wij kwamen uit met No Surrender, de plaat, maar ook No Surrender, het liedje. En dat liedje was helemaal niet zo'n Kane-achtige song van, bang, hier komen we aan met even de knaller, Something to Say van de platen daarvoor. Of So Glad You Made It van de plaat daarvoor. Het waren allemaal wel bangers, zeg maar. Gewoon wel flinke up songs. En dit was bijvoorbeeld met Rustig Hammond Orgel en dat was een soort ballad-achtig ding. Andere mensen hadden tegen ons gezegd dat de single was. We hadden zoiets van, nou, moeten we nog maar zien. Die plaat heeft het een jaar lang gedaan. Dus het is een groot succes geworden. Dat was een belangrijke plaat. Dat datgene wat er met die plaat gebeurde ook nodig was om weer terug te komen waar we denken te zitten. Wat heeft dat jullie geleerd over Kane en over zeg maar, wat jullie moesten doen? Nou, hij heeft ons heel veel geleerd. Een van de dingen die als je het met terugwerkende kracht naar No Surrender kijkt, dat nummer hebben wij opgenomen in een paar minuten in de studio, omdat we even een demootje wilden maken. Dat is de track geworden die dat gedaan heeft. Al die wijsheid die daarin zat, hebben we gebruikt voor deze plaat. Ja. Daar zitten ook heel veel dingen in die Dinant gewoon gespeeld heeft, gezongen heeft, de eerste keer dat hij het bij wijze van spreken opnam, letterlijk. Is ook wat je op de plaat hoort. Dat is een soort van ding wat we heel erg wilden toepassen op deze plaat. Dat eerste gevoel, de eerste keer. Het kan niet altijd, maar als het kan, dan doen we het. Wat was het eerste nummer wat jullie hiervoor schreven? Ik denk Come Together. Dat was denk ik het eerste, na aanleiding van die gesprekken. En het gevoel was dat het eerste moment wat ik had qua liedje. Ik zeg wel eens voor de gein, wij sparen momenten, maar dat is ook zo. Want dat zijn uiteindelijk de dingen die je onthoudt. En niet of iets heel succesvol is of niet, dat weet je ook wel. Maar het gaat om al die momenten die je weet te verzamelen. En Come Together was dat eerste ding. En Dennis kwam voor het eerst met een idee voor Under Atomic Skies. En ik had ook nog een liedje, This is Not the End of the World. Dat waren wel een beetje de eerste dingen die er gingen komen. Maar het ging eigenlijk wel relatief wel rap. Het probleem bij ons is eigenlijk nooit geweest bij albums van, oh jee, waar zijn de ideeën of zoiets. En dat ideeën zat. Ja. Maar je vroeg, wat heb je het meest geleerd? Ik denk dat wat je het meest leert in de loop van tijd is dat je eigenlijk niks kan zeggen over hoe iets gaat uitpakken. Dat weet je gewoon niet, of iets wel succesvol is of niet. En eigenlijk is het ook, het is wel belangrijk, maar het is het belangrijkste dat je in het moment voor durft te gaan en echt jezelf vindt waar je dan staat. Maar